door het afkoelen komt de wasblok los van de emmer. Soms zit hij aan de onderkant nog een beetje vast of aan de zijkant. Ik laat hem maar gewoon vol lopen met water. En dan eigenlijk door de druk van het water. De was is lichter dan het water en wil dus opstijgen. Wil dus gaan drijven. Komt hij vaak vanzelf al los en dan klop je een klein beetje. En dan komt de wasblok vanzelf omhoog. Zo ziet dat blok wax er dan uit. Was er dan uit als die uit de emmer komt. Dat is een aardig pakket. En zoals je ziet is die eigenlijk al heel schoon. Want ook naar beneden toe zie je weinig verkleuring. En onderop zie je dan de viezigheid die tegen het water, die opgelost was in het water en dan tegen het wasblok aansmelt. Krabben we er dan af. Meestal doe ik het eerst eventjes zo, dus alles wat los zit. Dan zie je eigenlijk dat het eerste laagje was vies is. Dat willen we dan ook kwijt. En je ziet dat dit echt een andere kleur heeft dan dit. En dat doen we dan door het wasblok even te verwarmen. Met een föhn. Voordat ik de föhn aandoe, met een föhn. Maak hem een beetje warm, dat het de bovenkant zacht wordt. Dan kun je het eigenlijk heel makkelijk afschrapen, zodat je de mooie lichte kleur ziet. Dat doet altijd wat ruimer, zeker dat ik alles heb. Werk ik aan eens door, maar voor de video nog even iets rustiger aan. Je kunt zien wat het verschil is. En dit blok gaat dan dadelijk in de wasmelter. En de wasmelter daar gaat ongeveer 70 kilo in mijn geval, maar die heb je in allerlei maten. Er gaat dan 5 liter water bij. Dus de was helemaal gesmolten is, ongeveer op 90 graden, gaat er 5 liter water bij. En dan smelten we dan roeren we dat goed door, dat we alle vuiligheid in het water oplost, dan weer naar beneden zakt en dat tappen we dan weer af. Dit is de tweede doorgang, dus dit zijn de blokken die al 1 keer uitgesmolten en gereinigd zijn. Die gaan er nu nog een keer doorheen. Dit zijn de blokken voor het maken van kunstraad bedoeld zijn. Die wil ik goed zuiver hebben. Men zegt vaak 1 keer is genoeg voor kunstraad, maar ik doe ze er echt 2 keer doorheen. Maak ze schoon, gaan ze er nog een keer doorheen. En dan pas worden er kunstraad van gemaakt. Maar je ziet dat het al veel helderder is dan de vorige doorgang. Hij drijft ook nu veel minder bovenop. Het is allemaal veel schoner. Ook hier gaan we nog 1 doorgang maken dat het... Dat het perfect schoon is. En dan afhankelijk van hoe die, vooral de buitenkanten er dan uitzien van die blokken, bepaal ik of ik nog een doorgang doe of dat ik die ga gebruiken voor de kunstraad. Dit komt er dus uit de machine. Nadat we schone was hebben gefilterd. Is dat wel redelijk schokkend. Nou, zo ziet het eruit. Als de was uit de wassmelter in de emmer is gedaan. We gebruiken uit die wassmelter eigenlijk dit gedeelte. Dus niet het bovenste stuk. Want daar drijft dan natuurlijk altijd alle troepjes nog in. Kijk, de bovenzijde drijft alle rommel. En het zwaardere rommel drijft naar beneden. Dus dat komt hier terecht. Dus we gebruiken eigenlijk het middenstuk. Waardoor we eigenlijk de schoonste was hebben. En die was filteren we dan later nog 2 keer.
eerste doorgang. Dan ben je hier aan de buitenkant bezig. We schrapen eraf. Die schrapen er dan af. En dan ga je weer terug voor de tweede doorgang. En zo doen we drie doorgangen en dan hebben we eigenlijk zuiver was. Die we heel mooi kunnen gebruiken om kunnen laten maken. Deze gaan we nog één keer gedemineraliseerd water toevoegen. Daar doen we nog 45 gram oxaalzuur bij. Dat mengen we even en dat gieten we dan in de was erbij. Dat roeren we heel goed om en dan laten we het nog één dag staan. We hebben het oxaalzuur toegevoegd. Even een beetje schudden. Belangrijk is dat je niet plons. Het is bijna onmogelijk om het zonder plonsen te doen, maar zo min mogelijk. Nee. Okay, dan zie je al klompen met was ontstaan, allemaal niet zo'n probleem. Lossen we snel weer op. Ik doe dit ongeveer bij 90 graden. En dan laat ik hem terugzakken tot 80 graden om te mengen. Dan gebruik ik ook lauw water. Niet heel warm. Lauw water. Je kunt ook wel wat warmer gebruiken. Maar ja. Je ziet ook dat het ietsjes troebel wordt nu. Dat is goed. Dan zie je dat het water zich gemengd heeft. Dit is al het laatste, hopelijk laatste troep uit de was uitfilteren. Zo is het bijna klaar. Zo laten we het dan een dag staan. Of 100, 125 aan was zit hier al in. Ik ga aardig wat wasplaten mee maken. Ik denk voldoende voor komend jaar. Ik gebruik eigenlijk maar 6 raampjes per kast. Ik moet 1200 ramen hebben. Er komen er zo'n 18 uit een kilo. De ramen uit de kast gebruik ik alleen maar voor kazenwas. Erop gefilterd op dezelfde manier, dat we ook zuiver was hebben. Even in kijken. Kijk, je ziet het is nu een beetje troebel, het is net een beetje theebruinig geworden. Dat is eigenlijk door het water wat je hebt toegevoegd. Dat zal dan straks weer helemaal mooi helder worden als het water naar beneden zakt en de troep dan met zich meeneemt. Daarvoor gebruiken we ook die oxaalzuur. Omdat het nog beter de troep aan zich hecht, als een soort shape, de troep aan zich hecht en mee naar beneden gaat. Oxaalzuur lost niet op in was, dus straks in de was zit daar 0 oxaalzuur meer in. Deze was is nu gezuiverd met gedestilleerd water waar een klein beetje oxaalzuur in zit. Oxaalzuur om de vuiligheid te binden. Het water zit hier dan onderin tot deze hoogte. Dus we kunnen de was schoon aftappen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoeveel rommel er nog uitkomt na de derde keer schoonmaken. En de derde keer was dan met oxaal. Met oxaalzuur. Nou, je ziet, het is eigenlijk bijna schoon water wat er komt. Daar ben ik heel blij mee. Dat de was nu eigenlijk zuiver is. 100% bestaat niet, maar dit ziet er gewoon heel goed uit. Ik heb er ook nog zo'n mooie kraan aan, of eigenlijk een uitloopstuk aan. En druk op het vat dat ik moet op het vat neem. Dan kan ik eerst deze even testen. En dan kan ik er nog bij.
ook nog was wat eruit komt. Dat laten we gewoon even snel stollen. En dat behandelen we dan als eerste rondgang. Misschien als tweede. Of niet als definitief laatste product. Als ik zo tel heb ik nu 8 emmers vol. Even kijken. Welke bak heeft een emmer vol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stuks inderdaad. Dan hebben we hier nog een blokje staan die er niet meer in past en daar in de emmer ook nog 1. Dus 9 emmers vol zullen we wel hebben.